Sinds 1 februari 2014 ontbreekt van Rebecca Groenendijk ieder spoor. Het enige dat vaststaat is dat zij die morgen haar woning aan de Lindeweg in Heerjansdam heeft verlaten. Haar moeder Anneke van Andel heeft 3 jaar na de verdwijning nog altijd hoop, ik begrijp dat heel erg goed, dat de inmiddels 36-jarige Rebecca nog leeft. Laten we het hopen, mogelijk misschien in het buitenland. Goedenavond Anneke. Goedenavond. Ja, kun je eens vertellen hoe het leven van Rebecca voor haar vermissing eruit zag? Rebecca, ja, haar leven was eigenlijk gewoon paard. Werken en paard. Ja, en waar werkte zij? Ze werkte bij de Termen in Barendrecht. En had ze het daar lekker naar haar zin en ook met haar hobby? Was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht die tijd? Nee, ja, ze zat er een beetje doorheen. Ze was oververmoeid. Maar niet echt direct heel erg alarmerend voor een moeder. Een moeder kan dat natuurlijk heel erg goed bevoelen. Nee, voor haar doende was het voor mij niet alarmerend. Nee. Waar bleek dat uit, dat ze toch niet echt heel erg lekker in haar vel zat? Nou, dat ze gewoon heel moe was. Ja. Maar ze heeft nooit gesproken over het feit dat ze misschien weg zou lopen of iets dergelijks? Nee, niet echt. Nee. Ze hebben het wel eens gezegd van nou, vandaag morgen dan ga ik weg. Maar niet die geest dat ze weg zou lopen. Nee. Laten we eens teruggaan naar 1 februari 2014. Wanneer kreeg je door dat er iets mis was, Anneke? De man die belde op of Rebecca hier was. Omdat die heel de middag al aan het zoeken was. Want waar zou zij moeten zijn? Moest ze op haar werk zijn of bij de hobby of thuis? Nee, ze zou thuis zijn, maar alles stond thuis. De fiets, de motor, de auto, de paard, alles. Dus. En hij meldde niet dat er ruzie was geweest of dat ze zomaar vertrokken was bijvoorbeeld met Bonje. Er was eigenlijk niks aan de hand. Nee. Wat dacht hij jij? Was gewoon naar zijn werk gegaan. Hij kwam terug van zijn werk en zij was weg. Ja. En hij had direct al zoiets van dat kan niet goed zijn. Ik ga toch maar even de moeder bellen. Ja, inderdaad. Dus toen heeft hij ons gebeld. Wij zijn gelijk gaan zoeken. Niks gevonden uiteraard. Nee. Ja, want waar begin je met zoeken? De politie verder gaan zoeken. Ja, want waar begin je met zoeken? Misschien bij de manege? Nou, nee hoor. We zijn eerst door de polder en haar gebied. Waar zij veel was, zou ik maar zeggen, waar zij reed. Ja. En waar ze wel naartoe zou kunnen gaan, zijn we gegaan. En wat dacht jij zelf, Anneke, dat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn? Heb je daar een beetje over nagedacht? Ik denk het wel. Oh, er zijn zoveel scenario's door mijn hoofd gegaan. Ja. Ja. Ik vind het. Ja, eigenlijk niks voor haar. Nee. Wel dat ze het zo streek uit zou halen of zo, maar niet zo lang. Dat nee. Nee, want ja, had zij een afspraak die dag of moest ze werken? Nee, ze had helemaal geen afspraken staan, daarom. Ze zou gewoon thuis zijn die dag, misschien een beetje hobby. En toen kwam haar man thuis van zijn werk en ja. Die had zoiets van, hé, ze is er niet. En die sloeg eigenlijk direct alarm. Toen ben je naar de politie gegaan, vertelde je zelf. Werd dat direct? Ja, mijn man is naar de politie direct gebeld. Ja. En werd dat goed direct kordaat opgepakt? Gaat natuurlijk in eerste instantie om een volwassen vrouw. Of namen ze dat wel gelijk heel erg serieus? Ze namen het gelijk heel serieus. Ze hebben gelijk zoekacties met vrijwilligers, vrienden, politie, ja. Honden, kwads. Helikopters, noem maar op, boten. Dat klinkt wel heel erg serieus. Dat klinkt heel serieus, ja. En dan gaan er dagen voorbij, de uren verstrijken, weken, maanden, inmiddels zelfs 3 jaren, zonder eigenlijk enig teken van leven. Hoe houdt u en de familie dat vol? Gewoon doorzetten, hè? Ja. We hebben inmiddels een recherchebureau, Centaur, hebben we ingeschakeld 1 jaar geleden. Ja. En daar hebben we een stichting voor opgericht om dat te kunnen bekostigen, uiteraard. En die is gaat verder onderzoeken. Ja, want de politie heeft natuurlijk ook gewoon het reguliere onderzoek voeren ze uit. Hebben jullie daar eigenlijk geen vertrouwen meer in? Of heb je zoiets van, nou, dat mag best wel een tandje erbij? Dat jullie uiteindelijk een privé-rechercheur in de arm hebben genomen?
Ja, nou ja, de politie die hebben het gewoon eigenlijk op de plank gelegen. Ja, geen spoor, klaar. Dat klinkt niet echt heel positief. Nee. Gaat dat zo makkelijk? Ja. Dat wordt gelijk op zelfmoord gegooid. Ik zeg, nou, dat vind ik heel knap, want daar zou je toch wel moeten vinden, denk ik mee. Dan moet je daar ook wel een reden voor hebben en een aanleiding natuurlijk om dat te concluderen. Dat bedoelen we. Als je verder geen lichaam hebt. Mijn dochter was een vechtersbaas die zou... Nee, die... zelfs al zou ik ze heel diep in de put zitten, zou ik ze dat nog niet doen. Nee. Ja, wat ik wel heel mooi vind, ik volg jullie Facebookpagina al een tijdje. Zij is natuurlijk een vrouw die opgroeide in de tijd van nieuwe media. Er zijn natuurlijk veel filmpjes gemaakt met de telefoon en dergelijke. Veel foto's ook, dat ze aan het paardrijden is en dergelijke. En ja. zo heel af en toe, dan schrijven jullie ook echt een berichtje aan haar, maar ook echt persoonlijk. Hè? Van hè, wat er allemaal weer gebeurd is op de manege met haar paard en met de familie. Het is wel bijzonder dat jullie dat doen. In de hoop dat ze het leest. Want waar denken jullie dat zij misschien toch nog ergens in het buitenland verblijft en dan mogelijk jullie berichtjes dan toch leest? Ja, er zijn tips binnengekomen dat ze in het buitenland zou zitten. En daar is het recherchebureau nou mee bezig. En we weten wel dat ze bang was. Heel bang, want ze wou onze hond zelfs lenen. Ja. Nou ja, daar kon ze zelf ook niet bij, dus dat ging gewoon niet. Nee. Dus wij hebben zoiets van, misschien zit ze ergens ondergedoken. Maar waar zou Rebecca dan bang voor geweest kunnen zijn? Dat is de grote hamvraag. Ja. Maar jullie merkten wel, zeg maar, dat zij toch wel wat gespannen was en mogelijk misschien bang was. En zelfs dat ze eigenlijk jullie hond wilde hebben om haar te beschermen. Ja. Nu is er inderdaad, je vertelt het al, heel veel aandacht geweest voor de zaak op televisie en in kranten. Er zijn natuurlijk ook dan uiteindelijk tips uit voortgekomen. Zijn dat dan tips waarvan je denkt van ja, dat is toch wel serieus? Want iemand kan natuurlijk denken van ja, ik heb iemand zien lopen misschien met een bepaalde kenmerken. Zijn dit echt wel serieuze tips? Recherchebureau Centauwe die heeft een speciale tiplijn voor haar geopend. Ja. Misschien wel handig om dat even te vermelden. Tuurlijk. Dat is tips.rebecca@gmail.com. Ja. En wat daar binnenkomt, zolang ze anoniem willen blijven, horen wij dat ook niet. Ik weet dat er tips binnenkomen, maar niet van wie of wat of hoe. Want als ze anoniem willen blijven, blijven ze anoniem. En dat vind ik op zich niet zo erg, als ze maar gevonden wordt. Ja. Ja, 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 dat is ook eigenlijk wel de boodschap van vanavond in het radioprogramma. Hè. Sta op, ook al denk je dat het heel onbelangrijk is. Heb je haar misschien de dag daarna nog gezien? Of denk je van, ja, ik heb toch iemand daar ooit over horen praten. Sta op en vertel je verhaal. Wat denk je, Anneke? Kan deze rechercheur wellicht meer of misschien wel beter onderzoek verrichten dan de politie? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Omdat hij het in elk geval niet op de plank legt. Gebonden met handen, hè? Ja. En een privé-rechercheur kan er altijd net even een stapje verder, inderdaad. Inderdaad. Ja, zo'n dergelijk privé-onderzoek kost natuurlijk een hoop geld. Daarom hebben jullie een stichting opgericht. Hoe is dat zo ontstaan in 2016? Dat jullie dachten van, ja, we moeten toch een beetje geld gaan inzamelen daarvoor. We hebben die stichting opgericht. Zijn we bedrijven afgelopen. Om een donatie gevraagd. Uiteraard gaan we dat dit jaar ook weer doen. Ja. En we hebben potten en flyers neergezet bij cafetaria's, bij de zonnebank. En ja, we hebben pas schoenen gedoneerd gekregen, die verkopen we. We hebben inzameling van kleding, van oud ijzer, spulletjes voor de rommelmarkt of de kofferbak verkopen, braderieën, flessige donaties krijgen we. Ja, zulke soort dingen. Zo proberen we ons ook boven de hout te houden. Ja, want ik zag op televisie inderdaad in Hart van Nederland, ik geloof dat een van uw kamers helemaal vol staat met schoenen, hè, die jullie gekregen hebben. Ja, dat klopt. Dat is wel geweldig dat je dan toch zoveel steun krijgt uit je omgeving. Is dat wel iets? Leeft het daar ook nog steeds in Heer Jansdam, die zaak? Ik neem aan, u bent bijna een bekende Nederlander, denk ik daar inmiddels. Nou, het leeft echt nog wel, ja. Ja. Ja.
En ook mensen die nog steeds u een hart onder de riem steken en proberen te helpen? Ja, gelukkig wel. Want er is een mevrouw in Friesland, Jannie Krol de Jong, ja, van Janssen Art. Die doe ik ook iedere keer een gedeelte van haar inkomsten van de werkstukken doneren. Oh, geweldig, dat is echt heel lief. Ja, en dan heb je Hans Tijger Smit, zo'n songwriter, een liedje, een zanger. Die heeft een boek geschreven, Geen Weg Terug. En daar doet hij van ieder boek ook een euro doneren. Geweldig. Ja, en Marielle Weter uit de kerk, die heeft ook boeken gedoneerd van Als de Dood voor het Leven. Dat gaat... Dus dat, ja, zulke dingen, dat, ja, dat doet heel veel. Hoe kunnen mensen de stichting Rebecca Groenendijk Vermist ondersteunen? Nee, ja, liefst door donaties of ja, wat ze kunnen missen. En kan dat direct via de website? Dat zeg ik wel vaker, al is het maar 1 euro. Ja, natuurlijk. Het loopt op den duur toch op. Maar hebben jullie een bepaald rekeningnummer waar iets op gestort kan worden? Of moet je dan even op de website kijken? We hebben een rekeningnummer. Dat is van de ING Bank. Je mag het noemen hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Dat is NL 83 INGB 000 7254805. En mocht er nog iemand zijn die toch nog na al die jaren een tip heeft. Als je wel eens vermissingszaken ziet links en rechts. Er kan altijd nog toch nog hoop zijn aan het eind van de horizon. Weer een lichtje gaan fonkelen. Hoe onbelangrijk het misschien ook is. Waar kunnen ze dit melden? Je noemde het net al even. Er is een speciaal e-mailadres. Maar ik neem aan dat ik gewoon via de politie. Kun je nog eens één keer de kanalen noemen, nee, Anneke? Nee, dit is niet via de politie, die speciale tiplijn. Nee, maar ik bedoel dat mensen ook, als ze met de politie zouden willen spreken, dan is dat altijd natuurlijk nog wel een mogelijkheid. Maar de speciale tiplijn, hoe kunnen mensen tips doorgeven? Gewoon via de mail tips.rebecca@gmail.com. En dan kunnen ze ook anoniem blijven als ze dat willen. Zo belangrijk om dat te melden, inderdaad. Ja, ze kunnen ook een berichtje achterlaten op het recherchebureau, de telefoonnummer. Ja. Dat is 06-18-42-6038. En als we eens kijken, tot slot, Anneke, naar het signalement van Rebecca. Hoe kunnen mensen Rebecca kennen? Heeft ze bijvoorbeeld bijzondere kenmerken? Ja, ze heeft... Langs de neus heeft ze een litteken. Ze heeft een hele grote tattoo op de arm. Op de bovenarm. Ja, hoe ziet hij eruit? Van een vliegend paard. Ja. En daar staat op Leonard Maitornak. Ja. Spirit of my life. Dus. En kleur ogen en haar? Dat zijn hele bekende kenmerken. Dat zijn natuurlijk wel bepaalde dingen die mensen kunnen opvallen. Ja, je haar zou je natuurlijk nog kunnen verven, maar een tatoeage die werk je natuurlijk niet zo snel weg. Nou, wellicht slaan daar mensen op aan. Ja, tot slot, ja, Anneke. Ze hebben veel littekens op de armen zitten. Belangrijk om ongeluk vroeger. Belangrijk om te weten, inderdaad. Ja, dat moeten dingen zijn dat als je iemand kent waarvan je denkt van ja, wat is nou eigenlijk haar afkomst? En je ziet die tatoeage, je ziet die littekens op haar neus, die littekens op haar armen. Dan moet er ergens wel een lichtje gaan branden. En laat moeder Anneke dan niet langer ongerust zijn. En neem contact op via de kanalen die ze juist heeft benoemd. Ja, tot slot, Anneke, dit programma is na vanavond wereldwijd te beluisteren. We gaan het ook doorplaatsen hier breed in de regio. Stel, Rebecca luistert. Ze luistert via Facebook, via Twitter, via YouTube, via de livestream. Wat zou je nog tegen haar willen zeggen? Kind, alsjeblieft wat van je horen. Al is het maar van laat me maar rust. Als wij weten dat het goed gaat met je, is het goed. Als we maar weten of het goed gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Het allerliefste uiteraard dat je weer naar huis komt, maar... Dus je hoeft echt nergens bang voor te wezen. Dat is een hele duidelijke boodschap. Wij zijn er en we staan achter je. Kijk, jullie staan volledig achter haar. Ze hoeft niet bang te zijn.
En later vanavond nog contact opnemen met de familie. Ze heeft uiteraard natuurlijk ook gewoon jouw directe nummer. Dus ze mag je altijd bellen. En het liefst vanavond nog. Anneke, het liefst wel. Ik wens je ontzettend veel sterkte. Ook voor de familie. En laten we hopen dat mede naar aanleiding van deze uitzending er iets gaat gebeuren. En dat jullie uiteindelijk rust vinden en rust krijgen. En dat jullie weten waar ze zich bevindt. Anneke, ik wens je ondanks alles, het was weer een emotioneel verhaal wat je toch weer even moest oprakelen, ongewild, maar ik wens je toch nog een prettige avond vanavond. Heel bedankt. Oké. Bedankt, hè. Dag. Dag, Anneke.